Hey en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Normaal gesproken open ik de weekvlogs natuurlijk op maandag. Maar gisteren heb ik eigenlijk de hele dag uit bed zitten werken. Ik had 's ochtends mega ruzie met mijn computer, want ik weet niet wat er aan de hand was. Ik had zondagavond de weekvlog van vorige week helemaal geëdit en zo, dat ik een maandag alleen hoefde in te plannen. Maar op de een of andere manier komt het bestand niet open en ik heb hem echt 5 keer opnieuw moeten opslaan en doen voordat hij een keer werkte. Echt mega irritant. Gelukkig heb ik gisteren ook meer video's geëdit en is het probleem opgelost. Blijkbaar zat mijn computer te vol of iets dergelijks. Maar hij gaf gewoon geen melding wat er aan de hand was. Dus het was mega irritant. In ieder geval ben ik vandaag al naar Brown geweest. Ik heb vanochtend al een beetje zitten werken. Ik ben net even onder de douche geweest, want ik weet niet wat het is. Maar mijn haar wordt echt bizar snel vet de afgelopen tijd. En ik wil het niet te vaak wassen. Maar eigenlijk moet ik het zo ongeveer elke dag wassen. Anders ziet het er niet uit. Nu is het in ieder geval even tijd voor pauze. Ik heb hier lekker mijn lunch klaarstaan. Een koffie. En ik had een paar croissantjes gehaald bij de Lidl daarnet. Toen ik toch avondeten ging halen. En dan ga ik daarna weer aan de slag achter de computer. Maar ik ga vanavond wel, als het goed is, gezellig samen met mijn moeder naar de film. Naar It Chapter 2, dus het tweede deel van de horrorfilm It. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt gek op horrorfilms. Ik vond de eerste film goed. Niet zozeer horror, maar wel spannend. Dus ja, ik verwacht eigenlijk net zoiets nu. Ik ben heel benieuwd of het niet, omdat het een tweede deel is, ineens heel afgezaagd en saai gaat worden. Maar we gaan het zien. Morgen heb ik een leuke afspraak met een vriendin. En zondag heb ik een wedstrijd op de manege. Dus ik ga jullie deze week weer meenemen. Mocht je er zin in hebben, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we weer verder met deze weekvlog. Oké, guys. Ik heb geen idee of ik scherp ben, want mijn camera doet nogal moeilijk met dit licht. Zoals jullie kunnen zien, we zijn mega veel uren later. Sorry voor dit hobbelige beeld. Ja. Maar ik zit met mama in de auto, dus vandaar. We zijn dus net terug van de film. Mam, wat is je mening? Verschrikkelijk. Echt zonde. We zijn blij dat de kaartjes al heel goedkoop waren. Nou, ja, dit joh. Was echt... Hè? Ja. Nee, het was op zich... Het was zeg maar meer lachwekkend. Mama vond het meer romantisch dan en dat het eng was. Maar nee, het was echt stukken die ik dacht van, hoe heb je dit kunnen bedenken? Echt heel ver gezocht. Dingen die echt gewoon heel lachwekkend waren. Ik kan me niet herinneren dat de special effects in deel 1 zo slecht waren als dat ze nu waren. Dus wat mij betreft, deel 1 is echt een aanrader. Deel 2... Forget it. Skip it. Zonder geen geld. Inmiddels is het alweer de volgende ochtend. En ik heb straks afgesproken met Daniek. Maar ik heb net eerst eventjes gefilmd. Jullie zien het hier beneden op de grond. Ik heb de Revolution Adventskalender unboxed. Ik vond de inhoud heel erg leuk. Ik hoop dat de video voor jullie al online staat als jullie dit zien. Ik moet even kijken, want ik heb ook nog een van de Action klaarstaan. Dus ik moet even kijken welke volgorde. Maar ik vond het heel erg tof. Die video staat of hierboven gelinkt of komt dus van de week online. Maar goed, ik ga dit even opruimen. En dan ga ik nog eventjes wat social media posts plaatsen en zo voor een samenwerking. En dan daarna ga ik straks het gezellig samen met Danique. Als mijn camera ook nog eens scherp zou willen blijven, zou het leuk zijn. Ga ik samen met Danique gezellig lunchen, want ik heb haar alweer een tijdje niet gezien. Zij heeft een operatie achter de rug. En ik wil er nog even zien voordat ik straks een paar nog eventjes wegga. Dat heb ik nog helemaal niet genoemd in mijn vlog. Maar ik heb dus samen met mijn moeder een paar weken terug nog even een last minute geboekt. Dus we gaan nog ergens een weekje naar Ibiza toe. En ik ben heel benieuwd. Jullie weten waarschijnlijk wel dat wij fan zijn van Griekenland. Dus ik heb nog geen idee hoe wij Ibiza gaan vinden. We hebben een paar dagen een autootje, dus we willen ook wel wat gaan zien. Maar het wordt voornamelijk een chill vakantie. En mochten jullie tips hebben trouwens voor Ibiza, laat ze even hieronder achter. Want wij zijn dus nog helemaal blanco. Maar goed, ik ga even opruimen en dan zie ik jullie straks gezellig in de stad samen met Danique. Poging 2. Het gaat toch helemaal niet goed zo? Wordt ook helemaal geen foto. Hè? Het wordt een video, maar daar vraag ik toch niet om. Oh, ik zit helemaal fout. Jongens, het gaat fout bij Danique. Maar ik ben met Danique. Hallo. En we zitten lekker hier zo bij La Place buiten. Want we hebben lekker uitzicht over Leiden. Mm-hmm. En wat had jij nou voor sapje? Gewoon sinaasappel, banaan. En ik heb met aardbei volgens mij. En ik heb lekker een broodje omelet met champignons. En wat had jij nou? Kip en tauge of zo? Ja, volgens mij kip. En Danique is zielig met haar arm. Nou, zielig niet, maar wel onhandig. Die zal wel proberen uit foto's te maken. Ik ga eerst een Instagram foto maken, man. Goh. Maar Danique, wat heb je gedaan met je arm? Ja, ze hebben mijn schouder weer vastgezet.
Dus ja, nu zit het allemaal weer lekker goed. Hopen we dan maar. Ja. Voor zolang het duurt. Je hebt altijd iets. Dat is niet te geloven. Eten. I want food. Dus. Eet smakelijk. Yay. Jongens, er is echt mega veel Halloween snoep. We zijn in de Xenos trouwens. Maar willen jullie een Halloween snoep proefvideo zien? Ik vind het echt geniaal. Oh, daar gingen jouw bakjes weer dan ik. Kijk nou, allemaal oogballen en voeten en handen en everything. Willen jullie zo'n video zien? Laat het even weten. Hoe kitsch en geweldig is deze theepot? En ik ben echt verslaafd aan alles met herfst. Kijk nou. Oh mijn god. Ja. Nee, ik wil nog steeds die alpaca. Dat ding is echt leuk. Kijk, hoe cute. Maar ik vind deze ook echt heel vet. Die zijn nu dus in de aanbieding. Ik weet niet tot wanneer of jullie daar wat aan hebben. Tot en met... Nee, jullie hebben er niks aan. Het is tot zondag. Kijk, nou, ik ben echt verslaafd aan altijd aan die kaarsenhoudertjes en zo. Maar ik mag het van mezelf niet halen. Danique ook niet. Danique heeft dit al. Twee potjes. Die ik heel vriendelijk voor haar aan het tillen ben. Ik vind dit echt vet. Waarschijnlijk staat het op de onderkant. Maar hoe tof is dit als plantenpot? I love. Deze spiegel. I need it in my life. Waarom heeft Xenos zo ontzettend veel leuke dingen? BTW, dit is niet gesponsord. Ik weet dat heel veel YouTubers gesponsord worden. Wij zijn niet gesponsord. Zou leuk zijn, maar nee. En toen was ik alweer thuis van een hele gezellige middag in de stad met Danique. Lekker bijgepraat. Lekker wat geluncht. Lekker geshopt. En het enige wat ik uiteindelijk heb gekocht... is een hele saaie map bij de HEMA voor mijn administratie. Ja, ik heb me verder gewoon ingehouden. Ik wil nog wel echt een keertje gaan interieur shoppen. Ik wou inshoppen zeggen. Interieur shoppen binnenkort voor herfst items en zo in mijn kast. Maar aangezien ik eerst nog naar Ibiza ga, wil ik het pas daarna doen. Ik heb echt het idee dat het mega overbelicht is. Zo, dit is beter. Maar ja, ik ga nu nog even iets aan de slag. Ik denk dat ik lekker... samen met Miesje op bed gaan zitten werken nog. Want die kat wil heel graag bij me zitten. Ik mocht niet eens naar de wc zonder haar. Ik ga deze outfit ook uitdoen. Maar ik ben zo enthousiast over mijn outfit vandaag. Dat ik dacht, ik laat hem nog even aan jullie zien. Dit is hem namelijk. Ik heb twee hele leuke kettingjes om van My Jewelry. Deze heeft een heel leuk oogje. Als dit zo scherp stellen tenminste. Hier staat dus een oogje op. En hier zitten... de roze kraaltjes in die hier weer terugkomen. Mijn lipstick is trouwens Hitchhike van Urban Decay. Daar krijg ik altijd heel veel vragen over. Deze trui is van de Primark, maar wel van vorig jaar. En ik heb dan, had hem eigenlijk de hele tijd een beetje hier ingetukt zitten. Maar zo los vind ik hem ook leuk. En dan heb ik dus zo'n flared pants aan. Van de Stradivarius, ook van vorig jaar. En mijn nieuwe Fila sneakers. Die hele toffe met aan de achterkant dus dat detail. Maar de reden dat ik jullie nog even mijn outfit wilde laten zien is omdat ik me er vandaag echt super goed in voelde. Ja, ik weet niet wat het is. Maar jaren terug had ik het nooit aangedurfd. Zo'n opvallende broek, zo'n flared pants, zo'n heftige lipstick. En dan ook nog eens van die chunky opvallende sneakers eronder. Had ik nooit gedurfd. En ik ben zo blij dat ik dat tegenwoordig wel gewoon aantrek. En dat ik me er gewoon goed in voel. Ja, ik merk ook bijvoorbeeld in Leiden, kijkt niemand raar op dat ik zo'n broek aan heb. Terwijl hier zo in mijn eigen dorp kunnen mensen hier nog wel eens aankijken van, wat heb jij nou weer aan? Doe even een normale broek aan, zoals iedereen. Maar het maakt me tegenwoordig niet meer uit. En dat vind ik zo tof. En ik hoop dat ik jullie met mijn kanaal ook een beetje, ja, dat zelfvertrouwen kan geven. De inspiratie kan geven dat dit soort outfits ook super leuk zijn. En voor sommige meiden is dit misschien echt... een doodnormale outfit. En denk je, Irina, waar doe je zo moeilijk over? Dit durft toch iedereen aan? Maar ik weet dat heel veel meiden hetzelfde hebben als ik. Zo'n felle lipstick heb ik jarenlang niet durven dragen de deur uit. En ik ben gewoon blij dat dat tegenwoordig gewoon kan. Zonder dat ik denk, help, ik heb een felle lipstick op. Of help, ik ga lunchen. Kan ik zo'n lipstick dan wel op? Deze is dus van Urban Decay trouwens. En je ziet wel dat die slijt. Maar... ja, het wordt niet lelijk of zo. Dus wat dat betreft vind ik hem heel erg fijn. Ik ga even lekker in bed zitten nog met Mies. Als die tenminste wil komen nog, want ze zit inmiddels daar. Maar ja, dat wilde ik eventjes met jullie kwijt. Hoe enthousiast en blij ik gisteren was, zo bagger voel ik me vandaag. Ik heb echt een enorme off day. Ik was ook van plan om een nagellakcollectie, die van Orly van een paar weken terug van het pers-event, die te gaan swatchen op mijn nagels. Dus ik had gisteren helemaal mijn nagels schoongemaakt van de gel lak en zo. Maar...
ik heb gewoon vandaag echt niet de zin en de behoefte om dat allemaal te doen. Dus ik heb hier chips, ik heb koffie, ik zit in bed en ik heb besloten om gewoon eventjes wat computerwerk te doen vandaag. En dan morgen die nagellak te gaan fotograferen. Want in principe, tuurlijk, mijn hoofd staat er niet op en zo op die foto's. Het is niet zoals een video dat je echt merkt dat iemand een off day heeft aan de video. Maar ik ken mezelf, als ik zo in mijn eigen hoofd zo bagger zit te voelen en ik daar foto's ga maken, dan neem ik er niet genoeg de tijd en de precisie voor. En dan uiteindelijk ben ik niet enthousiast en blij met de foto's. Dus dat wil ik gewoon liever niet. Dus dat ga ik gewoon morgen doen. Nu ga ik even aan de slag op de computer dus. Kijk, dit zijn dingen die ik ook gewoon wil laten zien in mijn vlogs. Dat het inderdaad nog lang niet altijd goed gaat. Maar ja, vanavond ga ik wel nog even lekker naar de Action met mijn moeder. Dus daar heb ik wel zin in. Hopen dat me een beetje opvrolijkt of zo. Ja, goed. In ieder geval ga ik nog even aan de slag. Ik heb gisteren niet meer gefilmd bij de Action, want ik was zo slim om mijn camera te vergeten. Ik ga nu even lekker met Mies zitten knuffelen, want die wil al de hele ochtend aandacht hebben. Ik heb al wat computerdingetjes gedaan in ieder geval. En ik ga nu die nagellakcollectie eens op de foto zetten. Dus die collectie van Orly, die komt voor jullie als het goed is aanstaande woensdag online. Ik ben zo benieuwd naar dit kleurtje. Zo mega tof. Dan ga ik mezelf daarna opmaken en zo. Want daaronder, dag Miesje, staat zowel een H&M doos als een Action shopper. Want ik ga dus een shoplog opnemen van de H&M. Een lekkere try-on shoplog met allemaal herfstitems. Komt als het goed is vrijdag voor jullie online. Mijn camera heeft weer moeite met scherpstellen volgens mij. Kom maar Mies. Ja, kom maar. Maar die komt dus vrijdag online en dan die Action shoplog denk ik de week erop. Ik ben een beetje vooruit aan het werken voor als ik naar Ibiza ga natuurlijk. Dus ik weet niet precies wat de planning is uit mijn hoofd, maar zoiets dergelijks. En ik zit er net aan te denken dat ik misschien wel... ik kom natuurlijk steeds dichter bij de 4000 abonnees. Misschien als deze video online komt is het er al wel. En ik dacht misschien is het wel leuk om dan gewoon een leuke winactie voor jullie te organiseren. Ik heb natuurlijk al allemaal winacties lopen rondom al die adventskalenders. Maar ik vind het toch wel leuk om ook even wat te doen voor de 4000 abonnees. Dus ik ga zo even kijken in mijn bakje met dingen die ik nog weg kan geven in mijn la. En dan kan ik die video misschien ook gelijk alvast even opnemen. Want ja, ik heb geen idee. Mijn kanaal groeit de afgelopen dagen best wel snel. Dus voor hetzelfde geld gebeurt dat van de week al. Dan heb ik die video nog niet klaarstaan. Dus dat wil ik straks in ieder geval gaan doen. Maar eerst in ieder geval eventjes... deze foto's, dat neemt altijd wel even tijd in beslag, want het zijn dus 6 vlakjes die je gelijk op je nagels moet gaan swatchen. Laten we dat gaan doen. Ik ben mega benieuwd. En allemaal glitterlakjes. Heel erg tof voor de feestdagen dus. Oké, moet je even kijken hoe tof deze kleur is. Dit is hem dus. De kleur Smitten Frost. Dit zijn 2 laagjes en ik vind hem zo ontzettend gaaf. Echt heel erg mooi. Een soort roze gouden glitters. Echt heel tof. En inmiddels ben ik klaar met filmen voor vandaag. Dus ik ga het hier opruimen. Kleine sneak peek van de shoplog. En dan ga ik nog wat computerwerk doen. Even shout-out Sunday klaarzetten. En een titelwoordje typen. Voor een samenwerking die ik nog moet opsturen. En dan vind ik het weekend. Dus het was op zich best een productief dagje. Want ik heb uiteindelijk dus 3 video's gefilmd. Ik heb inderdaad een winactiepakketje voor jullie samengesteld voor de 4K. Dus gaat lekker zo. En helaas is trouwens de wedstrijd waar ik jullie dinsdag over vertelde is afgelast. Aangezien er echt heel slecht weer wordt voorspeld is. Die is verplaatst naar over een paar weken. Dus dat wordt hem zondag niet. Ik moet nog even kijken wat ik dan wel ga doen. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. De wedstrijd gaat dus niet door. Inmiddels is het zaterdag. Ik kom net terug van de manege. En ik heb besloten lekker een me-time middagje te gaan houden. Dus ik ga lekker in bad met een maskertje. Even kijken welke producten ik ga gebruiken. Ik heb natuurlijk deze hele schaal met producten. Maar ik wilde eigenlijk mijn Yolknok babon, die ligt daar onderin, hebben. Dus die moet ik even uitgraven. En ik denk dat ik voor een sheet mask ga. Zal ik gewoon voor mijn standaard bubbelmask gaan? Of zal ik iets anders doen vandaag? Ik heb natuurlijk ook leuke dingetjes van de week gekocht bij de Action. Dat is ook wel leuk. Nee, ik denk dat ik gewoon voor deze ga. Dit is echt mijn all-time favorite maskertje van de Action. Zo'n bubble sheet mask with charcoal. Is echt een van mijn favorieten. En deze is heerlijk lekker schoonmakend, maar ook wel hydraterend voor mijn gevoel. Dus die. En ik ga even die badbom zien
uit te graven. Hij viel helaas al half uit elkaar, maar dit is hem dus. Dit is de Njoknok badbom. Er zit al een deel in het water, dus hij wordt denk ik mooi geel. Oeh, heel tof. Ik vind de geur hiervan ook zo lekker. Ze hebben er tegenwoordig ook een douchegel van. We hebben op het moment trouwens geen badkraan, dus vandaar dat de douche gewoon in het bad leg. Maar ja, het ziet er wel heel tof uit. Het ruikt hier nu ook echt heerlijk. Doordat ik hem nu er al in heb gegooid, is hij niet heel spectaculair misschien. Maar omdat hij uit elkaar viel, wilde ik hem gewoon niet te lang op de badrand laten liggen, want overal zat poeder. Maar ja, heerlijk lekker geel bad. Dus hier ga ik lekker van genieten. Maskertje op. En dan lekker eventjes een me-time middagje. Nou, zoals jullie kunnen zien, we zijn bij de IKEA. We zijn eigenlijk op zoek naar een stellingkast om zeg maar alle dozen in de oude werkkamer van mijn vader een beetje kwijt te kunnen in stellingkasten. Jongens, yeah. Kijk nou. Ah, hij is echt zo leuk. Echt, ik ben echt nog een klein kind. Ik val altijd op de knuffels hier bij IKEA. Maar dat kost niks. Ja, dat lijkt me sterk, maar hij is echt heel cute. We gaan naar de IKEA en we kopen eten en een kalender met eten. Goed, we hebben een tas vol van Action, maar goed. Ik zal straks thuis even laten zien wat we allemaal uiteindelijk mee hebben genomen. Het is namelijk vandaag echt rot weer, dus ik heb mama gewoon lekker meegesleept naar de IKEA. Was ze heel blij mee. Mama heeft ze ook nog mee laten slepen. Maar goed, we zijn dus met de trein in plaats van met de auto, omdat het vanmiddag echt zou gaan stormen en zo. En mama had niet helemaal zag zitten om dan te rijden. Maar goed, het station zit hier echt super dichtbij, wat we in eerste instantie niet eens wisten. Dus dat is top. Maar goed, we gaan even naar huis en dan zal ik straks thuis even laten zien wat we nou uiteindelijk hebben meegenomen. Oké, dit is niet de meest charmante hoek. Mijn haar zit ook absoluut niet meer charmant na alle regen en zo. Maar ik dacht, ik laat even zien wat we nou uiteindelijk hebben gekocht. Als eerste heb ik van die gingerbread koekhuisjes gekocht. Omdat Danique en ik natuurlijk een soort van traditie hebben dat we die huisjes versieren. Dus ik heb er dit jaar twee, zodat we eventueel een challenge kunnen doen of zo tegen elkaar. Dus die video kun ik dan weer met de kerst op gaan nemen. Mijn moeder heeft een rolletje Maribou Deem gehaald. Je hebt zin in wat lekkers. Deze heb ik geproefd ooit in een video met Samantha. Vonden wij heel lekker. Dus heeft zij gehaald. Zij heeft ook een zak met Deem gehaald. Allemaal vreten, jongens. Mijn moeder heeft ook gelijk twee van deze. Van die dingen die je tussen je pannen legt om je pannen te beschermen. Een nieuwe zeef. Die hadden we gewoon nodig. Ik heb voor die gingerbread huisjes ook gelijk zo'n tube met van die baking glue gehaald. Leek me wel handig. Kunnen we ze tenminste in elkaar lijmen. Dan heeft mijn moeder de IKEA adventkalender gehaald. Hier zitten dus allemaal bonbons en chocolaatjes en zo in. Ik ben zo'n idioot die niet zo van bonbons houdt, want ik vind de vullingen meestal niet zo lekker. Dus deze heeft mijn moeder gekocht. Deze is in principe €12,95. Voor IKEA Family Members €10,95. En er zitten cadeaukaarten in van minimaal €10. Dus uiteindelijk betaal je als IKEA Family Member maar 95 cent. We hadden hem vorig jaar ook al. En ik heb erover gehad om hem dit jaar ook weer te halen. Want het is gewoon hartstikke leuk. Dan heeft mijn moeder ook nog een drinkfles gehaald. Eentje die je drankjes koud of warm houdt. Vindt zij handig. Neemt ze graag mee naar de werk. En als laatste heb ik nog wat spulletjes voor mijn kamer. Ik moest sowieso een plantenpotje hebben. Deze heb ik uiteindelijk gehaald. Omdat ik best wel wat gouden details in mijn kamer heb. Dus ik dacht, dan doe ik deze. Die had ik nodig voor mijn pannenkoekplantje. Dus die ga ik er straks inzetten. Dan kwam ik ook dit onwijs leuke vaccinelichthoudertje tegen in het goud. Er zit nog een plasticje omheen, maar in principe zit het vaccinelichtje hier onderin. Die heb ik dus gehaald. Staat ook wel leuk in combinatie met elkaar. Ik heb ook dit vaccinelichthoudertje. Vond ik ook wel heel erg schattig. Ja, gewoon een heel erg leuk simpel kleurtje, maar wel een beetje een warm kleurtje. Dus die. Dan zie ik dat mijn moeder ook nog touw had gekocht. Komt altijd van pas. Ik had ook nog deze vaccinelichthouder. Dit is ook weer een gouden dus. Waar je dus hier zo'n vaccinelichtje in kan doen. En ik dacht gewoon met alle donkerdere dagen die eraan komen, vind ik dat wel leuk. Ik weet dat ik dus straks eerder deze vlog bij Xenos nog zei dat ik een beetje wil wachten met mijn herfstkamer proof maken. Of mijn kamer herfstproof maken. Maar ik kwam vervolgens dus dit kostuusje tegen. En ik kon deze dus echt niet laten. Ik zal even kijken of die wil scherpstellen. Dit is in ieder geval hoe het kussentje eruit ziet. En deze kon ik dus echt niet laten. Dus ik dacht, dan leg ik die zeg maar neer op mijn stoel. Maar dan wil ik er ook een ander dekentje bij. Want ik heb nu een rood-wit gestreept dekentje. En dat werd me een beetje te veel. Dus ik heb deze erbij gekocht. De
Otroen 31x170. Dus dit is gewoon lekker een crème kleurig dekentje. En dat is wat we hebben gekocht. Dus het valt wel mee. Ik wilde ook nog kijken naar een tafeltje, maar die hadden ze helaas niet op voorraad. Dus die kon ik ook niet naar kijken. En qua stellingkasten hadden we alleen eventjes inspiratie opgedaan. En dat gaan we pas later halen. Dus dat is wat we hebben gehaald. Ik ga eventjes die dingen op mijn kamer neerzetten. En dan zal ik jullie zo even laten zien hoe het staat. Dit is hoe het eruit ziet op de stoel. Ik vind het leuk. Of ik het helemaal herfst, winter vind, weet ik niet. Ik heb hier zo die vaccinelichtjes. En dan het potje. Ik wil wel gewoon normale vaccinelichtjes. Maar ik heb op het moment alleen maar die IKEA dingen met een geurtje. Maar ik wil gewoon witte hierin. En ik heb het laatste vaccinelichthoudertje dus hier zo neergezet. Daar moet er überhaupt nog eentje in. Maar dat vond ik ook wel leuk. Dan komt dat goud hier ook een beetje terug. En ik heb slecht nieuws. Ik ging deze net water geven. En ik heb het idee dat hij niet helemaal overleeft. Dat hij toch net te weinig licht krijgt. Maar het gekke is dat die lange dingen juist nog wel leven. En ook juist aan deze kant. Dus ik ben bang dat hij te weinig licht krijgt. Maar ja, ik kan hem moeilijk ergens hangen met meer licht. Dus ja, ik weet niet zo goed of hij het gaat overleven. Want het licht komt natuurlijk vandaar. En vandaar. Dus het is gewoon lastig om in die hoekjes. Maar die twee hebben helemaal nergens last van, lijkt het. Dus we gaan het merken. Hoe dan ook is het avond. En ik ga vanavond niks boeiends meer doen. Ja, ik ga samen met mama lekker Expeditie Robinson kijken. En dat is het. Dus ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Het was geen hele speciale week. Maar toch wel gezellig met Aniek. En nu naar de IKEA. En ja, op zich wel leuke dingetjes gedaan. En ja. Ik hoop dat je weer kijkt bij volgende week vlog. Mocht je hem leuk hebben gevonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet je hieronder niet te abonneren om mijn volgende video's niet te missen. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug. Doei doei!